Na een voorspoedige reis ben ik aangekomen bij Paramaribo Zoo. Nou, de hekken zijn nog dicht, maar zo direct ga ik naar binnen en dan gaan we beginnen met de eerste dag. Nou, het park is echt een oase van groen midden in de stad. En dat zie je ook wel aan de vele wilde dieren die hier rondom de dierentuin zitten, naast dieren die echt in het park zitten. Het park heeft vooral veel dieren die opgevangen worden. Dus dieren die bijvoorbeeld uit de handel komen of die als weesje gevonden worden langs de weg. En die worden hier opgevangen. Dus de collectie is ook nagenoeg volledige Zuid-Amerikaanse dieren. En we gaan de komende tijd kijken wat we hier allemaal hebben. En wat we daar nog aan kunnen doen om het welzijn van de dieren nog verder te verbeteren. En hopelijk ook veel te leren over al die geweldige dieren hier uit Zuid-Amerika.